Secret House begonnen met pakketten verdelen. Veel kinderen in Egypte onveilig. En de regering moet jou beschermen. Goedenavond allemaal. Het leger des Heils in Suriname bestaat dit jaar 90 jaar en heeft het gepresteerd om het grootste geldbedrag op te halen voor de kerstpakketten die ze jaarlijks uitdelen. Dat gebeurde door de kerstpottenactie en de extra inzet van SuEid en de Telegy SMS crowdfunding actie. Hierdoor kan het leger des Heils meer mensen helpen. Het geheel begon vanmorgen om 9 uur en duurde de hele dag. De distributie van de kerstpakketten door het leger des Heils. De rijen mensen stonden tot aan de poort om hun kerstpakketten in ontvangst te nemen. Zo'n 2000 mensen konden dit jaar geholpen worden met een pakket. Voordat je een pakket mag komen ophalen, moet je wel aan een aantal eisen voldoen. Je moet namelijk 60-plusser zijn, een handicap hebben of 3 of meer minderjarige kinderen hebben. Zo, ik ben deze kerstpakket komen halen vanwege mijn oma heeft geen vrij gekregen aan de werk. En dus vandaar dat ze mij heeft gestuurd. Ja, mijn oma is echt erg blij met het pakket. Want dingen van tegenwoordig zijn echt duur. Dus wat ze niet kan kopen is wel in het pakket. Wat ze gelijk kan gebruiken. Ik wil u vragen om te staan. Onze first lady komt eraan. De eerste kerstpakketten werden uitgedeeld door de first lady. In een kerstpakket zitten voedingsmiddelen en noodzakelijke eerste levensbehoeften zoals olie, rijst en suiker. Maar ook iets extra zoals koek. Het leger des Heils noemde deze editie het meest succesvolle tot nu toe. Met het geld dat is overgebleven wordt er heel veel gedaan. Want zoals eerder gezegd is het geld niet alleen bestemd voor de pakketten, maar eigenlijk alles wat het leger des Heils behelst. We hebben een bejaardentehuis, een kindertehuis. We hebben verschillende gebouwen die de nodige reparaties en renovaties behoeven. We hebben projecten lopen, computerproject, dansproject, muziekprojecten. We hebben allerlei dingen lopen die vanuit dat geld gefinancierd zullen worden. De organisatie verdeelt jaarlijks deze kerstpakketten. Het is de eerste keer dat het leger des Heils met zijn kerstpottenactie landelijk meer dan 2000 pakketten heeft kunnen uitdelen. De volgende week kunnen de mensen uit de districten pakketten ophalen. Jij zou je het veiligst moeten voelen bij jouw ouders of familie. Maar dat zijn lang niet alle kinderen. Ons familieverhaal vandaag speelt zich af in Egypte. صراحة ربنا أنا تعبني جدا. نشوف له صنعة. خذ ياد سمير كل دي كفايه كده يا ابوي كل ياد خليك تتقوى انت راجل البيت من بعدي تعيش لي يا ابوي عمال ينفخ فيا بس لو كان ناقص نفخه بس يا ابوي انا جبت درجه اكبر من سمير بلا كبير بلا صغير كفاية عليك كده اقعد جنب امك ساعديها في شغل البيت كنت في KG2 كنت راجع من المدرسة وكان معايا جواب استدعاء ولي امر لما بابا عرف كتفني من ايدي ورجلي في الكنبة ولسعني بالكبريت رجلي فقفقت الحرق لسه معلم في رجلي تهيألي ان بابا كان قصد انه يعلم وهو فعلا علم كنت في اولى ثانوي كان المفروض أرجع الساعة 10:30 من النادي نسيت نفسي مع أصحابي وأنا بلعب ورجعت الساعة 11:30 وطبعاً أخدت اللي فيه النصيب من بابا
الصبح جابني قصاده بالمقص نقر في شعري بوظه. اضطريت اروح للحلاق عشان احلقه درجة واحد عشان اداري اللي عمله في شعري. احنا ما كناش كده، كنا بنسمع الكلام. اسمع كلام امك يا منال، ما بقيت صغيرة، ده انت بقيت عروس. اسمع الكلام. وبعدين زي شقة الدبوس يا منال. قومي يا اختي، قومي 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 مع خالتك، ما تخافيش. قومي قومي. Maandag krijgen jullie het verhaal te zien van de 10-jarige Carlitos uit Nicaragua. Ook de regering van Suriname heeft het kinderrechtenverdrag ondertekend. Daarmee heeft zij de belofte gedaan om er alles aan te doen om jouw rechten te beschermen. Kijk maar naar de laatste One Minute over kinderrechten. Ik heb recht op bescherming. Ik heb recht op vrije meningsuiting. Ik heb recht op goede voeding. Ik heb recht op voorzieningen. Ik heb recht om te spelen. Ik heb recht op bescherming tegen kinderarbeid. Ik heb recht op speciale zorg. Ik heb recht op meedenken, doen en beslissen. Ik heb recht op onderwijs. En daar moet de regering voor zorgen. En daar moet de regering voor zorgen. Dat was voor vandaag. Fijn weekend en tot maandag. Doei!